Je kijkt naar het weerjournaal van Weerplaza. Over West-Nederland trekken wolkenresten die horen bij een onweersbui boven het oosten van Engeland en het westelijk deel van de Noordzee. Daar hebben we in de ochtend mee te maken, maar verder is er af en toe wel ruimte voor de zon en op de meeste plaatsen blijft het droog. Het kwik schiet ook omhoog, want we zitten in zeer warme lucht. De wind waait uit het zuidoosten draait vanmiddag naar het zuiden tot zuidwesten. En dan gaan er meer regen en onweersbuien ontstaan, vooral in het binnenland. Hagel is mogelijk, zware windstoten in korte tijd veel regen en veel ontladingen, wat bliksem betreft. Ook vanavond is dat nog het geval. Het duurt nog wel even voordat die buien het land uittrekken. Dat zal in de loop van de nacht pas gaan gebeuren. Scherpe kantjes van de buien gaan er na middernacht wel af. Dan morgen nog een paar buien, ook af en toe zon 22 tot 25 graden wordt het bij een matige wind uit het zuidwesten. In het Waddengebied kan de wind vrij krachtig zijn. De temperatuur blijft vrijdag ook op niveau, net als zaterdag. Zondag leveren we misschien een graadje of twee in. Maar we blijven boven de 20 graden. Vrijdag is het droog met zonnige perioden. In het weekend is er ook zon, maar kan er ook een enkele bui vallen. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl